Op deze beelden is te zien hoe een kraker wordt tegengehouden als het huis wordt gesloopt. Zo ziet het er nu uit. In Leusden raken ze er niet over uitgepraat. Je rijdt voor je pauze even langs, want het is die bizarre woorden wat hier gebeurt. Ja, een shovel die erin is gereden en we vragen ons af of hoe dat zit. Nou, super gevaarlijk ook. Ja. Als het inderdaad opzet is, nou. Ja, dat is een flinke klap. Ja. Dus dat is wel mijn grof geweld gegaan, zo te zien. Ja. Ja, en ik hoorde dat er nog mensen in zwervers in zaten ook. Dus het is best wel angstig voor die mensen ook geweest. Maker van de video is de buurman, Alexander Beets. Hij schrok toen er opeens een graafmachine het pand binnenreed. Nadat de krakers er woensdag waren, is er dus op donderdag, ik geloof rond 6:30, kwam hier een shovel. En die reed zo naar binnen en die ging bam, bam, bam de hele voorpui eruit slaan aan beide kanten. Binnen 10 minuten waren ze ook weer weg. Maar de krakers zaten er nog in. Het pand aan de Hamersveldseweg stond al een paar jaar leeg en werd onlangs gekraakt. Tot onvrede van de eigenaar, een projectontwikkelaar. Dit hou je niet voor mogelijk. En helemaal als je er dan over na gaat denken, van wauw, hier, zonder te kunnen bewijzen. Het is wel heel interessant dat een pand gekraakt wordt en in één keer, hup, komt er een shovel binnen en ontstaat deze situatie. Het is een beetje voor eigen rechter spelen.